Het is vandaag tijd om onze favoriete pak sorry soep te maken. Gaan jullie mee? Kijk eens eventjes hoe prachtig die is. Onze pak sorry. Moet je kijken, hij begint al te bloeien, zie je? Dus we moeten echt gaan eten. Bij de pak sorry gaan we natuurlijk uiteraard wat kruidjes doen. En ik ga eventjes naar de lavas, oftewel maggieplant. Pluk even wat lekkere takken. Zo. En ik doe er ook een beetje oregano. Kijk, dit is oregano. Zie je? Die en die. En nog eentje. Terug naar de keuken. We gaan beginnen. Nu zitten in de paksoi heel veel aarde. Dus die ga ik direct even flink wassen. Kijk, wat ik snij, is ik snij alleen witte gedeelten. Maar we gooien natuurlijk niets weg, hè? Dat begrijp je wel. Want dit gaan we straks ook nog even fijn snijden. Okay. Kijk, we hebben nog een heel klein beestje, geloof ik. Huppata. Heerlijk fris gewassen. Paksoi. En nu ga ik even verder met de rest. De paksoisoep is heel snel klaar. Maar het luistert nou, want er gaat ook kip in. En het mag niet taai worden, dus max 10 minuten. De kip haal ik altijd de drilletjes eraf, want dat vind ik vies. Dus ik haal eventjes de zeentjes eraf. Hier zit er ook altijd één. We willen een lekker zeenvrij kippetje. Oké, snijden we nu even door twee. En nu snijd ik, dus ik heb hem door de helft gedaan, zie je. En nu snijd ik lekkere dunne stukjes van de kip. Zo, deze kleine stukjes, nu die. Goed, alles is voorbereid. Nu het pannetje op het vuur. Een litertje water. En meneer Knor, dit keer de kip. Kippenbouillon. Kippenbouillon is iets zachter dan runderbouillon. En pakt bij die paksoi heel goed. Want paksoi heeft ook iets oosters als je het eet. Je hebt een beetje het gevoel alsof je in een Oosters lamp. Ik doe er lekker een rood uitje bij in plaats van rode peper. Het is heerlijk, maar voor nu doen we hem even lekker een rood uitje. Yes. Ik snij nu de rode ui in dunne ringetjes. Dat is het lekkerst. Lekker de paksoi erin doen. Water kookt. En alvast de uienringetjes. Ik duw ze er alvast even uit. Ik duw alvast die uienringetjes eruit. Wel zo makkelijk. Ja. En de heerlijke maiskip. Zo. En nu mag alles even 10 minuten aangezet worden. Heerlijke lavas, oftewel maggieplant, oregano. Ga ik even fijn snijden en mag bij de soep. Och, die geur van die lavas, jongens. Zalig. Kijk eens wat een lekker rijk soepje dit is. Het is al een drukte van belang in de pan. En dan moeten notenbenen nog, strakjes, de eiermieden bij. Dit wordt niet een soep drinken, maar dit wordt een soep eten. Dit is de rest van de paksoi. En die snijd ik heel dun en die doe ik direct de laatste minuut even bij de soep.
blijft het een beetje knapperig. Wil je nog iets lolligs laten zien? Want zoals jullie het straks zagen, zit hierin de bloemetjes van de spakzooi. En die willen we natuurlijk ook even opeten. Dat... De kookwekker is net gegaan. Dus we gaan eventjes kijken hoe het zit met de soep. Nou, ik ga hem toch eerst even afproeven. Oh, hij heeft al zoveel kracht gekregen door die laafwas onder andere. Dat ik zou zeggen, een klein beetje peper nog. En een scheutje kikkoman. Voor het oosterse sfeertje. Zo. Dit zou ik ook op tafel neerzetten als je gaat serveren. Dan kunnen mensen het altijd wat zouter maken als ze dat willen. En nu is het tijd voor de mie. Ik maak hem even een beetje stuk zelf. Zo. Nu nog eventjes. 3 minuten. De bel is weer gegaan. We zien dat de eiermie lekker zacht is geworden. En tot slot doen we de laatste restant van de paksoi, groen, doen we erbij. Eet smakelijk en tot de volgende video!